Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister. Samson en Gert waren afgelopen zaterdag niet welkom in Plops Aqua. Plops Aqua, het subtropisch zwembad van Plopsaland in de Pannen, was afgehuurd door een VZW van Moslimas, die geëist had dat er geen mannen zouden aanwezig zijn en dat er enkel mannelijke redders zouden aanwezig zijn. Nee, ik was een denker. Sommen, vrouwelijke, excuseer. Vrouwelijke, ik ben blij dat iedereen luistert, want dat is niet altijd het geval. Vrouwelijke redsters of redders, zoals dat u wilt. Sommigen zullen misschien straks zeggen, meneer Sint-Obingen, waar moeit u mee? Dat is toch een privé-initiatief. Maar ik wil er de collega's toch op wijzen dat in de afgelopen jaren toch wat publieke middelen naar Plopsaland zijn gegaan. In 2013 werd via toerisme €200.000 gegeven voor het Plopsa Theater. In 2009 werd er bijna €400.000 uitgegeven voor een MER-studie om de mobiliteitsproblemen al daar op te lossen. Ook de gemeente De Pannen, geeft jaarlijks €750.000 voor de huur van het subtropisch zwembad. Maar wat belangrijker is, mevrouw de minister, en eigenlijk het instituut, het Federale Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, heeft mij al, eigenlijk al voor een deel gelijk. Zij zeggen, de wet wordt hier overtreden. De wet wordt hier overtreden omdat men niet op basis van geslacht kan aan personeelsaanwerving doen. En misschien nog belangrijker, en de aanleiding van mijn vraag, is natuurlijk ons eigen Vlaams antidiscriminatiedecreet. En mijn vraag is dus ook aan u, wat denkt u over dit dossier, mevrouw de minister? En kan religie een basis zijn, een criterium zijn, om personeel aan te werven? Mevrouw Homans. Maar collega Sint-Obingen, ik hoop dat ik u toch wel een klein beetje kan tevreden stellen als ik ook zeg, hier op dit spreekgestoel, in naam van de Vlaamse regering, dat ik het ontzettend betreur dat in deze zaak, in het bijzonder, maar ook in het algemeen, mannen en vrouwen niet gelijk behandeld worden, want dat staat haaks op de normen en waarden die wij in Vlaanderen toch wel heel belangrijk en hoog in het vaandel dragen. Meneer Sint-Obingen. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, ik bedank u voor uw antwoord. En ik moet eerlijk zeggen dat ik wel tevreden ben dat u natuurlijk veroordeelt hetgene daar gebeurd is en dat het in feite niet kan. U verwijst wel naar het federale instituut en klacht indienen waarbij u zich toch een klein beetje verschuilt achter het juridische. Maar ik vind vooral ook vooral het feit dat dit kan gebeuren in Vlaanderen anno 2016 bijzonder erg. En misschien moeten we durven wat verder gaan kijken en misschien moeten we durven vaststellen dat eigenlijk door de loop der jaren heen wij altijd maar hebben toegegeven aan de eisen van de islamgemeenschap in Vlaanderen, door altijd maar in te gaan op hun eisen en door altijd maar te zeggen dat de religie boven de wet staat. Ik wil u trouwens wijzen op het artikel vandaag in de Standaard vandaag, waar gesteld wordt door een professor dat 2 op 3 moslims in Vlaanderen in Europa de Koran boven de wet stelt. En ik wil dan ook aan u als bijkomende vraag stellen. Ik wil trouwens ook merken aan de collega's, het verondert mij feitelijk dat ik hier alleen sta. Maar het verondert mij eigenlijk niet. Ik stel alleen vast dat wanneer dat er een probleem is met interimkantoren, dienstencheckbedrijven, ik verwijs naar het bedrijf Rijn, dat ik hier met 5, 6 personen staan om dat massaal aan te klagen. Vandaar sta ik hier alleen. Mijn bijkomende vraag is, wat gaat u doen als de VZW, of wat kan u doen als de VZW, ze hebben dat trouwens al aangekondigd, om volgend jaar een nieuwe aanvraag daarvoor in te dienen. Meneer Sint-Obingen, ik ben het eigenlijk met u eens. Ik denk dat het parlement het met u eens is, wel met een aantal nuances natuurlijk. Maar we veroordelen dit scherp. En we zeggen dat mannen en vrouwen en gelijk welke andere groepen gewoon gelijk zijn aan elkaar. Dat in onze Vlaamse samenleving geen plaats is voor een duidelijk onderscheid, een ongelijke behandeling tussen vrouw en man. En dat dit haak staat op onze normen en waarden. Dus ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Tot opmerking, meneer Sint-Obingen. Ja, slotopmerking. Ik stel vast dat ik van de Vlaamse regering vanuit uw mond eigenlijk gelijk krijg, maar ook van twee partijen. Ik heb twee partijen niet gehoord natuurlijk en dat verwondert mij niet. Maar natuurlijk, wanneer u mij gelijk heeft en wanneer u zegt dat we de gelijkheid van man en vrouw moeten opleggen aan iedereen die kiest om hier in Vlaanderen te wonen en onze waarden en normen moet volgen, dan moet u ook consequent zijn. Dan kunt u niet zeggen, gelijkheid van mannen en vrouwen oké, Vlaamse waarden of West-Europese waarden en normen oké, maar tegelijkertijd een godsdienst, de islam, gaan subsidiëren, waar men eigenlijk de ongelijkheid van mannen en vrouwen predikt.
U financiert moskeeën waar dergelijke zaken worden goedgekeurd en zelfs gepromoot. Dus wees eens consequent. Stop ermee met hypocrisie. Wanneer u vandaag mij gelijk heeft en zegt dat zulke zaken niet kunnen, goed, dan moet u ook consequent zijn en stoppen met het subsidiëren van de islam. Volgende